Beste collega's, meneer de eerste minister, Europa wordt aangevallen. Langs alle kanten. In Griekenland, in Spanje en nu wordt er zelfs een nieuw front geopend in Polen. Illegale migranten die worden door dictator Lukashenko ingevoerd met vliegtuigen vol en dan losgelaten op de Poolse grens. En beste collega's, die Poolse grens, dat is ook onze grens. Want die illegale migranten, die willen niet naar Polen hoor. Nee, die willen naar Groot-Brittannië, naar Duitsland en naar België. En we hebben nog een geluk dat die Polen niet zo zwak zijn als ons. Dat zij hun land wel verdedigen en hun grenzen wel bewaken. Polen die stuurde in totaal al 12.000 militairen om hun grens te bewaken en dat is nodig. Want ze worden zelfs fysiek aangevallen door opgejutte hordes illegale migranten. Toch blijven ze moedig staan, want de Polen die weten wat er op het spel staat. De Poolse huzaren die hebben ons in 1683 al eens gered van een invasie van de Ottomaanse hordes. En het had toen niet veel gescholen of de hele Europese beschaving die had toen ten onder gegaan. En nu opnieuw staan sterke Polen het zwakke West-Europa te verdedigen tegen een invasie. En in plaats van dan Polen te steunen, noemt uw vicepremier De Sutter het onaanvaardbaar dat de Polen hun grenzen sluiten. En roept ze op om die illegale migranten binnen te laten in Europa en ze asiel te verlenen. Wat een linkse wereldvreemdheid van uw regering. Dictator Lukashenko die wrijft in zijn handen bij het zien van zoveel zwakte. Toon toch voor één keer sterkte. Toon dat West-Europa zich niet laat chanteren door communistische dictators. Toon dat wij nog ballen hebben. En stuur ons leger om mee onze Europese buitengrenzen te bewaken tijdens deze crisissituatie. Help de Polen bij het bouwen van fysieke grensbarrières. En naast die verdediging moeten we natuurlijk ook in de aanval gaan. Welke bijkomende sancties gaat u al dan niet samen met de EU nemen om die communistische dictator Lukashenko een lesje te leren? Dank u wel, meneer. Ja, meneer de eerste minister, u zegt veel, maar u zegt tegelijkertijd ook niets. U veroordeelt wat er aan het gebeuren is, maar u legt geen concrete maatregelen voor over hoe we dat nu eigenlijk gaan tegengaan. U gaat niet in op de vraag om onze Belgische militairen in te zetten aan de grens bij Polen om hen te helpen in deze dringende crisissituatie. Onze militairen die zijn actief over heel de wereld, vaak in conflicten waar de Belgen, de Vlamingen, de Walen eigenlijk weinig bij te winnen hebben. Maar als het dan gaat over de Poolse grens, om ook onze grens dus te bewaken, dan is dat opeens blijkbaar niet mogelijk. Als wij vragen om de Polen te helpen in het bouwen van fysieke grensbarrières, dan heeft u het in vage termen een beetje over infrastructuur, maar eigenlijk zegt u opnieuw niets. U laat het over aan een Europese Unie die ook niets doet, die de Polen niet voldoende steunt in het bouwen van die fysieke grensbarrières. Minister Ketir, uw collega, die kan honderden miljoenen gaan uitstrooien in Afrika, maar als het gaat over een beetje steun aan de Polen die ook onze grens bewaken, dan is dat opeens allemaal blijkbaar niet mogelijk.